Adnani, je wint hij met 1-3. Hoe kijk je erop terug? Blij natuurlijk en tevreden. Zulke wedstrijden zijn altijd lastig. Op zulke velden ook. En ja, dan zijn wij gewoon blij. Je moet gewoon verder bekeren. En dat je wint is gewoon belangrijk. Je zegt het zelf al inderdaad. Het zijn lastige wedstrijden tegen dit soort tegenstanders. Hoe heb je dat deze wedstrijd ervaren? Ja, vandaag is ook weer lastig. Hè. Ze spelen heel anders dan andere ploegen in de Eredivisie. Dan in de Eredivisie wordt het meer gevoetbald. Hier niet. Is meer op de lange bal. Meer het fysieke. Hopen op die gelukballetjes. Dat die doorstuiten. Dat soort dingen. En ja, je hebt natuurlijk ook te maken met zo'n veld. Dat is ook weer heel lastig. Maar goed. Het belangrijkste is dat wij met 3-1 hebben gewonnen. Dus. Ja, je pakt gelijk even weer een goaltje mee. Het was een goed uitgevoerde team, kan je wel zeggen. Het was een goed uitgevoerde goal van het hele team. Is dat wat jullie bedoelen met het moet naar elkaar toegroeien? En dat zie je dan in dit soort doelpunten inderdaad terugkomen? Ja, dat zie je terugkomen. Gisteren al op de training hadden we al een paar van zulke aanvallen. En vandaag ook. Je ziet dat Hidden de bal heeft. Tom kijkt naar mij. Hij ziet dat ik eigenlijk vrij ben. Dus hij maakt een loopactie. Hij neemt zijn man mee, waardoor die ruimte voor mij komt. Hidden ziet dat goed. Geeft een goede bal mee. Ja, en dan hoef ik alleen aan te nemen en te schieten. Ja, heb je een goede klik met Hidden gevonden? Ja, eigenlijk wel. Ja. Weet je, zondag al met de wedstrijd gaf hij een goede voorzet. Afgelopen week op de trainingen, een paar trainingen, ja, vindt hij mij ook goed. Dus ik loer daar wel op. Ja, en dan maak je ook nog eens 90 minuten. Wat kunnen we nu van jou verwachten? De eerste 90 minuten voor FC Twente, hoe staat het ervoor? Ja, weet je, het gaat gewoon een stuk beter. Ik word steeds fitter. Ik kan steeds meer minuten maken natuurlijk. Natuurlijk, op het begin was het even zwaar, de eerste wedstrijd en zo. En ja, kijk, tegen Utrecht ging het alweer een stuk beter. Voelde ik me wat beter. Vandaag weer een stuk beter. Het is 90 minuten weer, dus dan ben je weer een stapje verder. Dus ja, het gaat alleen maar beter en ja, zo ga ik door. Ja, de tweede overwinning op een rij, wat doet dat met jullie als groep? Dat konden jullie wel goed gebruiken, denk ik? Ja, dat kunnen we zeker goed gebruiken natuurlijk, vooral na de eerste 4 wedstrijden. En ja, dit is gewoon goed voor het zelfvertrouwen. Dan ga je ook met een goed gevoel richting Groningen. En daar moeten we weer als team voetballen en proberen punten te pakken. En daar gaan we voor.